Het tij komt op en het water gaat harder stromen. Filteraars profiteren van de vele voedseldeeltjes die voorbij drijven. Voor zeenaaktslakken kan stroming lastig zijn. Zij moeten zich soms even stevig vasthouden, maar blijven toch graag in de buurt van hun voedsel. Zeeanjelieren passen hun vorm aan. Op plaatsen waar het hard kan stromen, zijn ze plomp en laag. Terwijl ze in kalmer water slank en dun zijn. Gewijsponzen passen zich ook aan. In stromend water is hun structuur robuuster dan op plaatsen waar het niet hard stroomt. Om te leven in de stroming heeft ieder zeedier zo zijn eigen vorm of aanpak.